Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Familie Pretpark Julianatoren. Hij woont in een toren, daar is hij geboren. Hij speelt alle dagen en maakt plezier. En zij houdt van swingen, van dansen en zingen. En iedereen is altijd welkom hier. Jules de Muis, hij is je vriendje. Julia, altijd vrolijk en blij. Kom je mee, dan gaan we samen. Het avontuur achterna met Jules en Julia. Kijk, Julia! Meneer Kaasgraaf! Meneer Kaasgraaf! Hoi! Hallo! Hoi! Hallo! Oh. Een roos? Van wie zou die zijn? Lieve mevrouw Suikerspin, omdat ik u heel erg aardig vind, zou ik u willen vragen of u morgen misschien met mij uit eten wil gaan. Ik hoop u om 6 uur bij de Thai Toko te zien. Lieve groet, meneer Kaasgaaf. Dit moeten jullie Julia weten. Welke letter wil je nu, baas? A. Ja, zeg het maar. Wat? Ja, welke letter je wil natuurlijk. A. A, je snapt het. Nee, Oen, ik bedoel de letter A. Oh. Nee, A. Oh, wat is dit leuk, zeg. Julia. Hoi, mevrouw Suikerspin. Oh, hallo. Wat heeft u een mooie bloem bij u? Hoe komt u daar nou aan? Oh, ik was druk aan het werk in mijn suikerspinhuisje. Huh? En toen vond ik deze prachtige roos op de toonbank. En er zit een kaartje aan. Oh, wat romantisch. Oh, maar mogen wij de kaart misschien eens zien? Ja. Oh. Heeft meneer Kaasgraaf u mee uit eten gevraagd? Wat lief! En? Gaat u met hem mee? Natuurlijk doet ze dat! Toch, mevrouw Suikerspin? Nou? Nou! Ja, natuurlijk! Geef hier die krans. Dan doe ik het zelf wel. Oké. De eerste mensrobot niet van echt te onderscheiden. Wat ben je nou aan het doen, baas? Het verschil tussen de mens en de robot is niet te zien. Het is mogelijk de robot te laten lijken op ieder levend persoon. Maar dat is het. Wat is het? Ik heb ineens een geniaal plan. Nou, en wat is dan dat geniale plan? Oh, er is een robot gebouwd die zoveel op een mens lijkt dat je bijna niet kunt zien dat het een robot is. Wow, maar dat is vet gaaf zeg. Maar wat moeten wij nou met een robot? Nou hier, het is mogelijk de robot te laten lijken op ieder levend persoon. Nou, als wij zelf de baas van de toren niet kunnen worden, dan zorgen wij wel dat wij dat pretpark op een andere manier te pakken krijgen. Wij verruilen die meneer Kaasgraaf voor een robot die precies op hem lijkt en precies doet wat wij willen. Oh, wat een goed idee, baas. En dan wordt dat pretpark, zonder dat iemand het doorheeft, eindelijk van ons. Van ons. Kom mee. Ja, kom mee. Oh, wat spannend. Ik weet nog niet eens wat ik aan moet trekken. Roze is altijd goed. Julia, dit keer ga ik gewoon voor roze. Goed idee. En ik moet mijn haar nog even doen. En, oh nee. Wat is er? Mijn suikerzoete pannen.
zomervermis op. En ik moet natuurlijk morgenavond wel heerlijk ruiken. Nou, ik moet gaan, jongens. Dag! Kijk eens, alsjeblieft. Dank u. Die lieve mevrouw Suikerspin. Oké. Wij moeten dus precies weten hoe groot hij is, hoe breed hij is, hoe groot zijn handen zijn en zijn oren. Moeten we dat nou echt allemaal weten, baas? Ja, want anders kunnen ze hem niet exact namaken. Oh ja. Daar heb je hem. Kom op, we gaan hem volgen. Van die lekkere bolletjes eens met slagroom. Natuurlijk, meneer Kaasgraaf. Armen. Je vergeet zijn armen. Alsjeblieft. Dankjewel. Mag ik dan misschien ook een ijsje? Graag met citroen. Natuurlijk. En... is het gelukt? Nou, volgens mij wel, baas. Ik heb alles gemeten wat je wilde weten. Ach, zodra die robot meneer Kaasgraaf klaar is, dan verruilen we die voor die domme directeur. Dit plannetje gaat lukken! Nog maar even. En dat pretpark is van ons! Goedemorgen, mevrouw Suikerspin. Oh, dag jongens. Wat bent u aan het doen? Ik ben mijn nagels aan het lakken. Kijk! Oh, wat mooi zeg. Is dat speciaal voor vanavond? Jazeker. Ik hoop dat meneer Kaasgraaf het mooi vindt. Mm-hmm. En kijk, ik heb ook een nieuwe suikerzoete parfum. Lekker, hè? Nou... lekker zoet. Mm. Maar jongens, ik moet nog heel veel voorbereiden. Mm. En als straks het park open gaat, dan moet ik natuurlijk ook weer suikerspinnen verkopen. Ja. Dus ik moet weer snel aan de slag. Oké. Dag mevrouw Suikerspin. Doei. Dag. Ja. Zo zeg. Wat is dat ding zwaar, hé? Nou, kom op, maak die doos open. Ja. Ach, nee! Nee! Dat doe je toch niet met dat ding? Laat mij maar. Dag, mevrouw Suikerspin. Hey, mevrouw Suikerspin. Nee, dat is het ook niet. Dag, mevrouw Suikerspin. Wat fijn dat u er bent. Suikerspin zenuwachtig, hè? Zou meneer Kaasgraaf er ook zo aan toe zijn? Ik heb geen idee. Ik heb hem vandaag nog helemaal niet gezien. Ik eigenlijk ook niet. Oh, kijk. Daar is hij. Meneer Kaasgraaf. Ah,
Jules en Julia! Hoi, meneer Kaasschaaf. We hadden het net over u. Oh ja? Ja, omdat u vanavond met mevrouw Suikerspin uit gaat eten. Ja. Daarom. Ja. Gaat alles wel goed met u, meneer Kaasschaaf? Is er soms iets aan de hand? Oeh, jongens, ik ben zo zenuwachtig voor het etentje. Wat nou als ik het verpest? Misschien dat ik wel de verkeerde dingen tegen haar zeg. Of misschien dat ik wel knooi met het eten. Of nee, misschien dat ik... Rustig maar, meneer Kaasschaaf. Het komt vast allemaal goed. Ja, en trouwens, mevrouw Suikerspin is zelf ook een beetje zenuwachtig, hoor. Ja, echt waar? Ja. Nou, het belangrijkste is dat het gezellig is en dat jullie plezier hebben met elkaar. Ja, Jules, jij hebt helemaal gelijk. Ik voel me alweer stukken beter. Ziet u nou wel. Maar ik heb nog een hoop te doen, dus ik ga snel weer aan de slag. Dankjewel, hè, jongens. Graag gedaan, meneer Kaasschaaf. Dag, jongens. Doei. Gekke meneer Kaasschaaf. Zo, hé! Die lijkt net echt! Ach, dit is geweldig! Niemand zal het verschil merken! Mijn plannetje is geniaal! Baas, hoe gaat die aan? Haal de afstandsbediening uit de verpakking en zet de afstandsbediening aan. Mij is dat aan, baas. Heel goed. Zodra de afstandsbediening aanstaat, druk op de knop van de robot. Zo, dat ziet er weer perfect uit. Oh, baas, en waar is dit knopje voor? Doe je nou? Op en neer, op en neer, op en neer. Gooi je dat ding? Straks maak je hem nog kapot. Zo. Goedendag, wat is mijn naam? Oliebol, je weet je eigen naam toch wel? Hallo, ik ben Oliebol. Ach, stomkop, nu heeft hij de verkeerde naam. Jij bent Kaasschaaf. Meneer Kaasschaaf. Hallo, ik ben Oliebol. Dag Kaasschaaf, meneer Kaasschaaf. Nu is dat hele ding over zijn toeren. Waar zit de resetknop? Nou, sorry, baas. Goedendag, wat is mijn naam? Nou doet hij het weer. Doet hij het weer? Hij doet het weer. Hij doet het weer. Jij bent meneer Kaasschaaf. Jij bent de baas van de toren. Ik ben meneer Kaasschaaf. Ik ben de baas van de toren. Oh, heel goed. Oké, dit is het plan. Zodra die robot volledig is afgesteld, gaan wij op zoek naar die domme directeur. Dan nemen we hem te grazen. En dan zetten we de robot in zijn plaats. Oh, wat slim, baas. Dan ben ik toch geniaal. Dit plannetje gaat werken. Nog maar even. En dan zijn wij de baas van de Juliana-toren. Kom, we grijpen hem. Meneer Kaasschaaf, bent u daar? Oh.
Kaasgaaf? Bent u daar? Oh, wat vreemd. Er zou toch niks gebeurd zijn? En nu maar hopen dat meneer Kaasgaaf en mevrouw Suikerspin een beetje ontspannen. Zodat ze een gezellig etentje hebben. Ik ben benieuwd. Oh, daar zul je hem hebben. Hoi, meneer Kaasgaaf. Bent u klaar voor uw afspraakje? Huh? Nou, wat is er met hem aan de hand? Ik ben bang dat hij toch een beetje gespannen is. Hmm? Waar blijft hij nou toch? Hij had hier al lang moeten zijn. Oh, wacht. Hij wil me natuurlijk verrassen. Weet je wat? Ik steek de kaarsen vast aan om het gezellig te maken. Meneer Kaasgaaf. Ik heb op u zitten wachten. Meneer Kaasgaaf, gaat het wel goed met u? Goedendag, ik ben meneer Kaasgaaf. Ik ben de baas van de toren. Gekke meneer Kaasgaaf. U probeert mij voor de gek te houden, hè? U lijkt wel een robot. Hallo, ik ben meneer Kaasgaaf. Ik ben de baas van de toren. Wilt u niet gezellig bij mij komen zitten? Zo, eens even kijken of we deze robot ook kunnen laten zitten. Gezellig. Gezellig. Wat eten we eigenlijk? Nou, dat ziet er smakelijk uit. Eet smakelijk. Eet smakelijk, meneer Kaasgaaf. Eten lekker. Jam, jam. Meneer Kaasgaaf, stop! Oh, mag ik nu eens even, baas? Hier. Bent u kinderachtig bezig? Dit is helemaal niet grappig. Wilt u een glaasje water? Nee. Ja, graag. Schaaf, stop! Wat doet u nou allemaal? Zag je dat, baas? Alles is kletterdat. Ja, die suikerspin weet niet wat er overkomt. Eens kijken of we hem nu kunnen laten zeggen wat we met hem hebben ingestudeerd. Oh, ja. Ik heb meneer Kaasgaaf nog nooit zo gezien. Hij is wel eens wat gespannen, maar dat hij helemaal niet tegen ons praat. Ik snap er ook helemaal niks van. Ik hoop dat hij gezelliger is bij mevrouw Suikerspin. Wat nou als hij zijn afspraakje echt verpest? Oké, zo. Mevrouw Suikerspin, ik wil u wat vertellen. Iets heel belangrijks. O ja? Wat dan, meneer Kaasgaaf? Ik heb u vanavond uitgenodigd voor een hele speciale reden. U bent ontslagen. Ach, meneer Kaasgaaf. Wat? Ontslagen? U bent ontslagen. U moet weg uit het pretpark. Wat zegt u nou allemaal? Bent u gek geworden? Ik werk hier al jaren. U
kunt mij niet zomaar wegsturen. Mevrouw Suikerswing moet weg uit het pretpark. Maar waarom? Wat heb ik verkeerd gedaan? U mag hier niet meer komen. Ga weg en kom nooit meer terug. O, meneer Kaasgaaf. Wat bent u een nare man. Ik wil u nooit meer zien. Zo, baas. Nou, die zien we niet meer terug. Maar mevrouw Suikerspin, wat is er aan de hand? Waarom bent u niet bij uw afspraakje? Oh, jongens, het is niet te geloven. Ik moet van meneer Kaasgaaf weg uit het pretpark. Huh? Om nooit meer terug te komen. Huh? Dat kan niet waar zijn. Wat is het toch een geweldig ding, hè, baas? Ach, die robot is het beste dat ons ooit is overkomen. Oh, jongens, het is niet te geloven. Ik moet van meneer Kaasgaaf weg uit het pretpark om nooit meer terug te komen. Huh? Dit kan niet waar zijn. Maar waarom dan? Wat is er gebeurd? Ik heb geen idee. Meneer Kaasgaaf deed zo raar bij het eten. Hij lijkt zichzelf niet meer. En ineens, uit het niets, heeft hij mij ontslagen. En gezegd dat ik nooit meer terug mocht komen op het pretpark. Tegen ons deed hij ook al zo vreemd. Wat zou er aan de hand zijn? Ik heb geen idee, maar ik vertrouw dit niet. En wat gaan we nou doen, baas? Ach, nu die Suikerspin uit het pretpark weggaat, moeten we alleen nog zorgen dat die twee muizen gaan wieberen. Wieberen? Wieberen. We moeten zorgen dat ze ook weggaan. Oh, had dat al meteen gezegd. Nou, kom mee. Ja. Het is tijd voor een volgend plannetje. Hup, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Weten jullie zeker dat ik hier kan blijven? Natuurlijk. Ik weet niet wat er aan de hand is met meneer Kaasgraaf, maar hij trekt vast wel bij. Het komt allemaal wel goed. We laten u niet zomaar wegsturen. Meneer Kaasgraaf, wij hebben nieuws voor u. Zojuist hebben wij afscheid moeten nemen van uw goede vriendin, mevrouw Suikerspin. Wat hebben jullie gedaan? Nou, wij hebben haar beslag gegeven. Oliebol. Oh ja, oliebollenbeslag. Nee, ontslag. Zojuist hebben wij... Zojuist heeft u mevrouw Suikerspin ontslagen en weggestuurd van het park. Ontslagen? Zijn jullie helemaal gek geworden? Dit zet ik jullie betaald. Snapt u het dan nog niet? U heeft de strijd verloren. Wij hoeven alleen nog maar af te rekenen met die twee muizen. En dan kan niemand ons meer tegenhouden. Als jullie jullie en Julia ook maar iets aandoen, dan zullen jullie daar spijt van krijgen. Oh ja? Volgens mij zit u vastgebonden op een stoel en loopt er in het park een robot rond. Dus niemand zal merken dat u er niet bent. Kortom, niemand zal u missen. Oh nee. Wat gebeuren er toch gekke dingen allemaal, hé Jul? Ja, meneer Kaasgraaf doet echt vreemd. Maar ik heb hem eigenlijk niet meer gezien. Ik hoop maar dat mevrouw Suikerspin weer een beetje gerust is gesteld. Weet je wat? Ik ga wel even bij haar kijken. Oké. Oeps. Hup, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3,
straks terugkomt, dan sturen we die robot op hem af
om hem te lokken naar een verlaten plek. En dan nemen we hem te grazen. Ja, goed idee, baas. Kom mee. Ja, kom mee. Oh, wacht, loop. Neem jij die afstandsbediening mee? Doe ik. Ja. Zo. Zo, riemen vast. Hier gaat autocoureur Jul. Huh? Hoe kan dat nou? Oh. Hey, wat gebeurt er? Zeg, blijf van dat ding af. Ik doe helemaal niets. Ach, even hier. Huh? Hoe kan dat? Oh, ik snap er helemaal niks van. Nee, die muis, die heeft de verkeerde afstandsbediening. Gaat het weer een beetje, mevrouw Suikerspin? Oh, Julia, ik voel me allesbehalve op mijn gemak. Ik kan gewoon niet snappen waarom meneer Kaasgraaf zo vervelend tegen mij doet. Wat heb ik verkeerd gedaan? Maar waarom gaat u het meneer Kaasgraaf dan niet gewoon vragen? Dat doe ik niet. Meneer Kaasgraaf is begonnen. Ik heb hem niets meer te zeggen. Mevrouw Suikerspin, als je met elkaar ruzie hebt, dan moet je het uitpraten. Dat heeft u Jul en mij zelf geleerd. Ach, lieverd. Je hebt helemaal gelijk. Ik ga meteen naar meneer Kaasgraaf om met hem te praten. Ziet u wel? Dankjewel, Julia. Succes, mevrouw Suikerspin. Als jij meteen de goede afstandsbediening had gepakt, dan was ons plannetje al lang gelukt. Oh, sorry, baas. Oh, ik snap er niks van. Oh. Wij moeten deze omwisselen met die van de muis. Kom, snel. Ja. Oh, dat was op het nippertje. Nou zeg. En nu snel wegwezen. Wij moeten een ander plan bedenken. Ja. Ach, als wij die stomme muizen uit dit park willen verjagen, dan wordt ons lange wachten eindelijk beloond. Ja. En dan worden wij de baas van de Julianatoren. Meneer Kaasgraaf, wat is er gebeurd? Oh, mevrouw Suikerspin, wat fijn dat u daar bent. Het is verschrikkelijk. Maar wie heeft dit gedaan? De boeven. Ze hebben me hier uren opgesloten. Uren opgesloten? Maar we hebben net gegeten. Nou ja, gegeten. Maar u heeft helemaal niet met mij gegeten. De boeven hebben mij vervangen voor een robot. Jullie zijn in groot gevaar. Een robot? Maar wacht eens even. U heeft mij dus helemaal niet ontslagen? Nee, natuurlijk niet. Oh, wat is er toch allemaal gebeurd? Oh, dat is een lang verhaal, maar we hebben geen seconde te verliezen. We moeten die boeven stoppen. Oh ja! Dit is het plan. Zometeen stuur ik die robot naar die twee muizen om ze hier naartoe te lokken. Zodra die muizen hier zijn, leid ik ze af met de robot en sluip jij naar ze toe. Ja, en dan? Nou, dan sluiten we die muizen van twee kanten in en nemen we ze te grazen. Ja. Ze kunnen geen kant meer op. Oh, wat een goed idee, baas. Ach, wat is dit toch weer een geweldig plan. Hopelijk zegt meneer Kaasgraaf sorry en worden ze gewoon weer vrienden. Het pretpark is toch veel gezelliger met mevrouw Suikerspin erbij. Oh, kijk, daar is meneer Kaasgraaf. Oh, hallo meneer Kaasgraaf. We hadden het net over u. Heeft u al gepraat met mevrouw Suikerspin? Jul en Julia, ga met mij mee naar de achtbaan. Het is heel belangrijk. Wat is er dan? Kom mee, ik laat het jullie zien. Huh? Kom mee. Wat is er toch aan de hand? Nou ja, we doen maar gewoon wat hij zegt. Oké.
moeten Jul en Julia zo snel mogelijk waarschuwen. Als we maar niet te laat zijn, waar zouden ze zijn? We moeten opsplitsen. Dat is de snelste manier om ze te vinden. En wat nou als we de boeven tegenkomen? Maakt u zich geen zorgen. Dat komt later wel. We moeten zo snel mogelijk zoeken voordat het te laat is. Wat zou er toch aan de hand zijn? Ik heb geen idee, Jul. Jul en Julia, ik wil jullie iets laten zien. Iets heel bijzonders. Wat dan, meneer Kaasgaaf? Let op. Jul! Julia! Pas op! Huh? Maar dat is ook meneer Kaasgaaf. Volgens mij zie ik een beetje dubbel. Ga weg bij dat ding. Hoe kan dat nou? Wij hadden die kaasschaaf toch opgesloten? Hoe kan dit? Die kaasschaaf is een bedrieger. Het is een robot. De boeven zitten hierachter. De boeven? Zo, meneer Kaasgaaf. Of zal ik zeggen, meneer Kaasgaaf. Jullie zullen wel denken, wie is de echte? Ja, ik denk die, baas. Of is het nou toch die? Jullie gaan hier spijt van krijgen. Ja. Rustig, meneer Kaasgaaf. Wij zijn nu de baas van de toren. Dat hadden jullie gedacht. Weg, meisje! Ja! Mevrouw Suikerspin, u heeft het pretpark gered! Ja! Graag gedaan, meneer Kaasgaaf. Mevrouw Suikerspin, aangezien ik onze eerste afspraakje heb moeten missen... U weet dat ik u heel aardig vind. En daarom zou ik u willen vragen... of u misschien met mij uit eten zou willen gaan. Oh, ik zou niets liever willen, meneer Kaasgaaf. Ja! Beste dames, beste heren, ik zal mijzelf introduceren. Karel Kaasgaaf, aangenaam, het is mij een eer dat u er bent. Beste jongens, beste meiden, het klinkt misschien niet zo bescheiden, maar mijn taak is heel belangrijk, daarvoor heb ik veel talent. Ik weet, het klinkt misschien wat dwaas, maar ik ben van de Juliana-toren de baas. Meneer Kaasgaaf, meneer Kaasgaaf. Ja, ik ben hier de baas. Hier de baas zijn is de allergaafste job. Ik vergader in de achtbaan, carousel of het reuzenrad. Ja, dat is mijn baan, hoe vind je dat? Meneer Kaasgaaf, meneer Kaasgaaf. Ja, ik ben hier de baas. Het is het allermooiste werk dat er bestaat. Want als ik speel, dan kan ik zeggen dat ik de attracties check. Ja, de baas zijn van het pretpark, dat is helemaal te gek. Meneer Kaasgaaf, meneer Kaasgaaf. 'S Morgens stap ik fris uit bed, begin weer aan een dag vol pret. Met Suikerspin als mijn ontbijt, zo kan de dag al niet meer stuk. Dan de rest van mijn routine, springen op de trampoline. En een meeting in de muizenval, oh mijn schema is heel druk. Het is misschien een zware baan, maar ik mag elke dag in de attracties gaan. Meneer Kaasgaaf, meneer Kaasgaaf. Ja, ik ben hier de baas. Hier de baas zijn is de allergaafste job. Ik vergader in de achtbaan, carousel of het reuzenrad. Ja, dat is mijn baan, hoe vind je dat? En meneer Kaasgaaf, meneer Kaasgaaf. Ja, ik ben hier de baas. Het is het allermooiste werk dat er bestaat. Want als ik speel, dan kan ik zeggen dat ik de attracties check. Ja, de baas zijn van het pretpark, dat is helemaal te gek.
Meneer Kaasgaaf is de baas. Meneer Kaasgaaf is de baas. Wanneer is de batterij van die stomme robot nou eens leeg? Meneer Kaasgaaf, het is nog niet afgelopen. We krijgen ze nog wel. Meneer Kaasgaaf is de baas. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Familie Pretpark Julianatoren.